Het is dinsdag 14 oktober en dat is de dag dat Nederlandse gemeenten en provincies bij probleembanken, de schuld daarvan is opgelopen tot boven de 220 miljoen euro. Welkom bij Paul en Witteman. Goedenavond. We hebben maar één gast vanavond, maar dat is dan ook een bijzondere gast. En we hebben hem uitgenodigd omdat zijn maatregelen om de financiële crisis in te dammen succesvol lijken. Maar zijn ze dat ook? Wouter Bos is de gast, de minister van Financiën. Ja, we gaan uitgebreid praten over de financiële crisis en hoe het leven van u er ook de afgelopen weken heeft uitgezien. Maar laten we even kijken naar het nieuws van een beetje gisteren en ook een beetje vandaag. Namelijk, het lijkt alsof het weer wat beter gaat. Nou, vandaag hebben we gelukkig weer eens een positieve dag. Nou, naar het zich laat aanzien hebben in elk geval de beleggers moed geput uit de internationale maatregelen. Vandaag dus stijgende koersen. Beurzen wereldwijd boeken winst in plaats van zware verliezen. Zo sloot de Amsterdamse beurs ruim 10% hoger. De start was hoopgevend, hè? Fantastisch. Laten we maar even kijken ook naar het verloop van vandaag. Inderdaad weer een rare dag. We begonnen met 5% winst. Dat leek wat te worden. 11 uur, toen ging Fortis van start. Dart alleen al drukt al de AEX vandaag met 3%. Laten we naar de rest van Europa gaan. Dan zien we dat de beurzen daar een stuk beter doen. Want die hebben geen Fortis-notering. Dat scheelt toch wel, ja, in ons geval 3%. Dus in de rest van Europa zien we de beurzen dus, nou ja, tussen de 1,5% ongeveer gemiddeld winnen. Is de crisis voorbij in de zin dat het dieptepunt geweest is? Ik zou het niet weten. Ja. Nee, ja, dat is het meest... We hebben één gast. Dat zit ja. Al bij het begin. Ja, dan sluiten we de uitzending nu weer af. Maar... Kijk, het eind van de crisis is al zo vaak voorspeld. En elke keer hadden al die voorspellers hadden het mis. Dus het slechtste wat ik zou kunnen doen is daar nog weer een foute voorspelling aan toevoegen. Ik denk dat het mijn taak vooral is om realistisch te blijven. En dat betekent dat ik moet zorgen dat ik erop voorbereid ben, ook als die nog niet over blijkt te zijn. Kunt u eigenlijk realistisch zijn of is uw taak ook niet om optimistisch te zijn? Dat is een moeilijke afweging. Ik moet realistisch zijn in de zin dat... ik mensen niet noodloos optimistisch moet maken. Als het idee nu zou zijn, als ik nu het idee zou voeden dat de crisis voorbij is en er morgen of overmorgen weer een klap op de beurs plaatsvindt of er weer een bank in de problemen komt, dan zullen mensen mij mede erop aankijken dat ik ze teleurgesteld heb in hun verwachtingen. Daar baseren misschien ook beleggers hun beslissingen op of mensen doen iets met hun spaargeld. Dat is niet mijn taak om ze in die zin een richting te duiden van wat ze wel of niet zouden moeten doen. Tegelijkertijd, datzelfde realisme kan soms ook inhouden dat je problemen niet groter maakt dan ze zijn. Dat je probeert vertrouwen te houden in wat je met elkaar doet. Kijk, als wij een bank als Fortis, ABN AMRO overnemen en de volgende dag kelderen alle beurskoersen... Ja. Dan vind ik dat ik niet mee moet gaan in dat pessimisme van de beurs, maar dat ik overeind moet blijven houden waarom het toch een goede beslissing is geweest om die banken over te nemen. Omdat dat ook helemaal los staat van wat er de volgende dag op de beurzen gebeurt. Dus zo dicht mogelijk bij de feiten blijven en even van je af laten glijden of dat nou optimistisch of pessimistisch is. Nou, laten we dan gewoon wat vragen stellen die heel erg leven bij iedereen zo'n beetje die bezig is met het kopen van een huis of het verkopen van een huis of een auto of wat dan ook. Ja. Raadt u mensen aan gewoon een huis te kopen zoals ze dat vorig jaar rond deze tijd deden? Ik raad mensen, ik ga mensen geen koop- of leen- of huurbeslissingen aanraden. Ik ga hetzelfde zeggen wat ik op elk moment steeds zou zeggen. En dat is, neem geen onverantwoorde risico's. Op het moment dat je met je eigen geld een beslissing moet nemen en je bent verleid of je wordt verleid om het ergens naartoe te brengen waar een hoger rendement wordt voorgespiegeld, realiseer je dan dat tegenover een hoger rendement vaak ook een hoger risico staat. Lees de kleine lettertjes. Wees argwanend als er prijsstunts worden aangeboden. Als er een grote korting op een tweedehands auto zit, dan moet je een gezond wantrouwen hebben. Als er ergens een veel hogere rente geboden wordt dan ergens anders, moet je precies datzelfde wantrouwen hebben. Dat is heel normaal gedrag in goede tijden en in slechte tijden. Dat laatste, een veel hogere rente wordt geboden, bedoelt u als een bank dat doet? Ja, wie dan ook. Ja. Jij moet geen vertrouwen in een bank hebben? Je moet wel vertrouwen in een bank hebben, maar je moet je gezond verstand niet uitschakelen als consument.
We nemen heel merkwaardige dingen waar in financiële markten. Mensen zijn soms langer bezig met de aanschaf van een auto van 10.000 euro... dan met het wegzetten van spaargeld van 20.000 of 30.000 euro. Ja. Dat gaat zomaar in handen van mensen die zomaar vertrouwd worden... zonder dat zeg maar, alle kleine lettertjes van de polis ook gelezen worden... of zonder dat precies de risico's worden nagegaan die daar ook bij aan de orde zijn. En of het nu goed gaat op de beurs of slecht... of je nu midden in de financiële crisis zit of er alweer uit bent... Wees voorzichtig, let goed op. Maak een financiële planning waardoor je ook bestand bent tegen slecht nieuws. Zou je dat vorig jaar ook gezegd hebben? Altijd, ja. Dus dan is er niks veranderd? Nou ja, in ieder geval aan wat ik adviseer is niks veranderd. De wereld is veranderd, de financiële wereld in het bijzonder is veranderd. U gaat erover en u zegt hetzelfde als vorig jaar? Ja. En dat is raar. Nee, dat is niet waarom raar. Waarschuwt u die mensen niet dat ze niet langer op de pof moeten leven? Nou, op het moment dat ik zeg tegen mensen... kijk nou uit op het moment dat je te makkelijk ingaat op aanbiedingen met een hoog rendement... realiseer je dat daar vaak ook een hoog risico tegenover staat... is dat wel een algemene waarschuwing. Maar ik denk dat men deze dagen er wat meer naar zal luisteren... dan in dagen waarin het niet op lijkt te kunnen... en de bomen tot in de hemel blijken te groeien. Maar ja, u heeft mij als spaarder nu het idee gegeven... dat ik minder hoef op te letten dan vorig jaar. Want vorig jaar was mijn spaargeld tot 20.000 euro gegarandeerd... en nu zelfs tot 100.000 euro. Ja, dat is ook een buitengewoon uitzonderlijke situatie. Ik vind ook dat spaarders altijd een eigen risico, een eigen verantwoordelijkheid hebben. Dat is ook de reden waarom we niet gezegd hebben dat alle spaarcenten van mensen altijd gegarandeerd worden. Want dan zeg je eigenlijk, het maakt niet uit wat u met uw geld doet. De overheid vergoedt het altijd wel. Dan zeg je eigenlijk ook tegen banken, het maakt niet uit wat voor fouten u maakt als u de bank bestuurt of bij uw beleggingsbeslissingen of investeringsbeslissingen. Want uw spaarders redden we toch altijd wel. Nee, er moet altijd een eigen verantwoordelijkheid zijn. Maar we zitten nu in zo'n uitzonderlijke situatie waarbij onze banken moeten concurreren met banken in het buitenland waar ook tot 100.000 euro vergoed wordt. Of waarbij we Fortis, ABN AMRO hebben overgenomen en mensen dus weten dat hun spaargeld daar veilig is. Dan moeten ze eigenlijk weten dat hun spaargeld bij andere Nederlandse banken ook veilig is. Dat we vanwege die uitzonderlijke situatie het nu omhoog getild hebben naar een garantie tot 100.000 euro per spaarrekening. Ja, is het nu zo dat als je minister van Financiën wordt, dat ze dan tegen je zeggen, kijk, je mag nooit meer echt hele belangrijke dingen zeggen die mensen sturen iets wel of niet te doen. Want ja, dan maak je misbruik van je invloed. Dus dat u eigenlijk stiekem denkt, ja, ik zou mijn buurman altijd afraden om nieuw een huis te kopen. Maar in het openbaar mag ik dat niet zeggen. Mm-hmm. Het is me niet verteld, maar ik merk wel... Dat alles wat ik als minister van Financiën zeg, wordt op goudschaaltje gewogen. En ik krijg als mensen de indruk hebben... ik geef u een voorbeeld. Toen wij Fortis, ABN AMRO hadden overgenomen... heb ik in de Tweede Kamer gezegd... Fortis is nu in veilige handen. Er zijn mensen geweest die dat begrepen hebben, verstaan hebben... geïnterpreteerd hebben als laat ik dan nu maar Fortis aandelen kopen... want Bos zegt dat het veilig is. Die zijn vandaag niet vrolijker. Nee, die mensen zijn er vandaag niet vrolijker op geworden. Maar dat is dus een voorbeeld van hoe zelfs zo'n simpele feitelijke mededeling... als deze bank gaat niet meer kapot, want we hebben die bank gered... toch uitgelegd kan worden als een soort van beleggingsadvies. En daar moet je dus voorzichtig mee omgaan. We komen straks nog even met een paar voorbeelden... over hoe uw woorden gewogen zijn door anderen. Laten we eerst even gaan naar één element... iSafe, die IJslandse bank, waar heel veel gemeenten ook en provincies en grote bedrijven, maar laten we ons toespitsen op gemeenten en provincies, geld hadden ondergebracht. En dat heeft gevolgen. Ja, wij hebben van onze totaal 13,5 miljoen aan deposito's, hebben wij 2,5 miljoen belegd bij de, moet ik altijd even kijken, Landsbankie in IJsland. Dat is niet zo fraai. Ja, dan moet je aan de burgemeester en de wethouders vragen wat nu. Wij weten het niet. De Molenstraat, hier die hele drukke straat, om het verkeer om te leiden. Maar het zal nog wel even langer duren, denk ik. Nou, dan denk ik dat onze wegen slechter onderhouden worden. Dan zullen we minder kunnen doen aan het economisch beleidsplan. We zitten hier in een boomkwekerijcentrum en we halen plannen mee. Er is geen paniek. Ik heb er nog steeds vertrouwen in dat er Europees niveau en op wereldniveau wat geregeld wordt. Dat je je gelden natuurlijk ook als lagere overheid niet meer met een bank met een E-rating weg kan zetten. Dan komt er vertrouwen in de financiële wereld, komt nooit terug. Ja, nu zei u net, je moet als burger toch wat beter opletten en argwaan hebben als je zo'n hoge rente krijgt. Maar goed, nu gaat de wethouder er met ons geld vandoor. Ja, en buitengewoon slecht nieuws als we zien wat daar de resultaten nu van zijn. Ja. Wat vindt u daarvan? Nou, ik vind het sowieso erg. Ik bedoel, het gaat over een paar honderd miljoen. En dat is dan misschien niet geld wat zodanig verloren is dat meteen belastingen verhoogd moeten worden om het geld weer terug te brengen. Maar als het echt overtollig geld was, had het bij wijze van spreken ook aan de burgers teruggegeven kunnen worden. En dat kan nu ook niet.
Misschien dat er via rechtszaken nog claims gelegd kunnen worden bij die IJslandse banken, zodat een deel van het geld nog terug kan komen. Misschien ook niet. Hoe dan ook heeft het denk ik ons er allemaal op gedrukt dat zelfs binnen de grenzen van de wet gemeenten en provincies kunnen gaan zoeken waar ze met hun spaargeld naartoe gaan. En dan kennelijk dus toch ook nog op plekken terechtkomen waar het akelig fout kan gaan. En de grote vraag die we dus nu denk ik met elkaar te beantwoorden hebben is of we die verantwoordelijkheid aan gemeenten en provincies willen laten, of dat we dat eigenlijk niet gepast vinden. En wat betekent dat? Nou, mijn principe is eigenlijk dat ik vind dat er met belastinggeld geen risico's genomen mogen worden. Maar u wou dan die bevoegdheid aan de gemeente ontnemen? Nou, daar zou ik me wel iets bij voor kunnen stellen. Hoe moet dat dan vorm krijgen? Er bestaat nu al de mogelijkheid voor gemeenten en provincies om bij mij te bankieren, bij de schatkist, ja, bij het ministerie van Financiën. Dan weet je dat je geen risico loopt en wel een goed rendement krijgt. Hetzelfde kan bij de Bank Nederlandse Gemeenten of bij de Nederlandse Waterschapsbank. Die zijn er ook voor opgericht. Die hebben de hoogste kredietwaardigheidsrating, zoals dat dan heet, die je maar kunt voorstellen. Oftewel, die bank kan niet kapot. Je krijgt je geld altijd terug en je krijgt een goede opbrengst. Als je dat nou weet, moet je dan, zelfs als het van de wet mag, voor dat halve procentje meer of voor dat ene procentje meer, dan toch nog de hele wereld afscannen om te kijken waar je met het geld naartoe moet. Dus u wil de gemeenten en provincies die bevoegdheid ontnemen? Nou, ik hoop vooral dat ze het zelf willen. Dat willen ze misschien wel. Ja, dat is niet gebleken. Ik vind dat eigenlijk wel een wenselijke situatie. Ja. Nu nog eventjes naar al die mensen die dat geld zijn kwijtgeraakt bij iSafe, om dat even als voorbeeld te nemen. Boven de 100.000 euro, je kunt rechtszaken voeren tot je een onzweet, geloof ik, hè? Nou, je kunt rechtszaken voeren en wat de uitkomst daarvan is, weet niemand. Ja. Wanneer wist u eigenlijk dat dat niet pluis was bij iSafe? Na deze zomer, ik denk in augustus, september, hoorde ik voor het eerst van de Nederlandse bank dat men zag dat het aantal uitstaande gelden bij die IJslandse bank enorm snel aan het groeien was. Dat kennelijk heel veel Nederlanders hun weg gevonden hadden naar die bank. Vanwege die hoge rente die ze boden? Dat denk ik. En dat de Nederlandse bank daar een reden in zag om met de IJslandse toezichthouder te praten en ook met die IJslandse bank zelf, of ze dat wel aankonden. De Nederlandse bank heeft toen, ik geloof tot 2 of 3 keer toe... van de IJslandse toezichthouder en van die bank de toezegging gehad: het is goed, wij kunnen het aan, kijk, hier zijn onze cijfers, we zitten gezond in elkaar. Ja, en vervolgens begon het vorige week te schuiven en ging het heel snel mis. De geruchten willen dat bij de Nederlandse bank, de toezichthouder, althans in Nederland, al bekend was dat de hoogste baas van die landsbankie, dat hij in de gevangenis had gezeten wegens fraude. Ja, ik heb dat nagevraagd, omdat ik dat gerucht ook gehoord heb. En mij wordt allerwege verzekerd dat dat niet bekend was. Meneer Wellink wist dat niet. Mij is daar niks van bekend. U heeft het hem gevraagd? Ik heb het later vragen aan de bank. Ik weet niet wie in de bank gevraagd is. Mij is gezegd, de Nederlandse bank wist dat niet. Eén ding weet ik wel. In Europa is het op dit moment zo geregeld dat als een bank in IJsland een vergunning krijgt en dan in Nederland wil gaan bankieren, dat dan de Nederlandse toezichthouder, de Nederlandse bank, niet nog eens een keer zelf helemaal onderzoek gaat doen naar de eigenaar van de bank en of de man deugt of niet. Eigenlijk werkt het zo dat als de IJslandse toezichthouder zegt hij deugt, dan mag hij ook in Nederland bankieren. Dat is natuurlijk wel een systeem waarvan je nu moet afvragen, met alles wat we meegemaakt hebben, of dat wel zo'n goed systeem is. En dan is het antwoord daarop? Dat ik denk dat we het ons niet kunnen veroorloven op mekaars blauwe ogen te geloven. En zeker niet bij de landen die zich zeg maar op een wat meer afstand van het hart van de Europese Unie bevinden. En zegt u dat moet dus met een andere regelgeving tegengegaan worden? Ik denk dat de Nederlandse bank zelfstandige bevoegdheid zou moeten hebben om zelf ook nog een keer de deugdelijkheid van zo'n bank en bankeigenaar te kunnen toetsen. Geldt het ook voor banken die op dit moment ook nog gewoon werkzaam zijn in Nederland? Dat zou kunnen. Als je het eenmaal voor één bank doet uit een land wat van buiten de Europese Unie komt, dan zou dat ook gelden voor anderen. Ja. Iemand van het IMF had gisteren op de televisie gezegd dat er nog wel 3 andere banken in Europa waren, die misschien ook wankel waren. 3 andere niet-eurolanden die ook wankel waren, net als IJsland wankel is. Okay. Is u dat bekend? Ik ken geen banken, geen namen van banken waarvan we moeten vrezen dat ze op instorten staan. En landen waarvan u denkt, nou, een bank daarvan? Nee. Zou u het zeggen als het wel zo was? Dat is een moeilijke vraag. Muziekje spelen intussen? Ik ben geneigd. Als u nou zou weten, een Turkse, een Russische en nog een geheimzinnig land. Als ik zou weten dat een bank niet deugt en dat het beter voor mensen is om hun geld daar niet naartoe te brengen, dan zou of ik of de Nederlandse bank dat al publiek gemaakt hebben.
Dus in die zin vindt u ook niet dat achteraf bezien er op een eerder moment gewaarschuwd had moeten worden... Achteraf bezien natuurlijk wel. Over de IJslandse bank bedoel ik. Achteraf bezien natuurlijk wel. Met alles wat we nu weten... Wanneer had dat gemoeten dan? Kijk, de Nederlandse bank heeft geconstateerd dat die bank gewoon niet gezond in elkaar stak. Maar ze hebben maandenlang informatie gekregen van de IJslandse toezichthouder... dat het wel goed zat met die bank. Ja, maar wat verwacht je anders? Daar heeft dus iemand verkeerde informatie verstrekt. Daar zullen we dus desnoods juridisch ook actie tegen moeten ondernemen. Want de Nederlandse bank lijkt daar gewoon... niet de volle waarheid te zijn verteld, om het maar netjes te zeggen. Ja. Laten we naar Fortis gaan. Die bank die heeft vandaag geen geweldig succes geboekt op de beurs... om het maar... met gevoel van understatement te zeggen. En de aandeelhouders voelen zich gedupeerd. Want die zijn bij alles wat er rond Fortis en ABN AMRO is gebeurd... de afgelopen tijd niet betrokken en betalen daarvoor een rekening. Vanavond op het journaal en ook al eerder is duidelijk geworden... dat ze het er niet bij laten zitten. Euroshell, dus de Europese club van aandeelhoudersverenigingen... die heeft vandaag een website geopend. www.fortisactie.nl en www.fortisaction.com. En daar kunnen al die beleggers zich verzamelen. En we gaan dus met onder andere de VEB kijken hoe we daar actie tegen kunnen ondernemen... omdat dit echt niet door de beugel kan. We hebben mensen die mailen ons van ons pensioentje in aandelen gestoken... en weg, gewoon echt trieste verhalen. Dus het is niet allemaal speculatief en krokodillentranen. Er zijn mensen die gewoon echt serieus in de problemen komen hierdoor. En in onze ogen wel, mede veroorzaakt door gewoon grove fouten. Ja, crisis of geen crisis, sorry, maar daar moet de betreffende persoon of instantie... dan ook maar de consequenties van dragen. Kunt u die mensen tegemoetkomen, die aandeelhouders? Nee. Waarom niet? Het is toch mede door het feit dat zij buiten al die handelingen werden betrokken... die onder meer door u zijn gepleegd... dat zij nu, ik geloof, 77% van hun aandeel verloren zijn. Nou ja, ik begrijp dat dat onderdeel gaat worden van een juridische procedure... zo niet een rechtszaak. Dus dan moet de rechter daar uiteindelijk maar een oordeel over vellen. Maar mijn begrip ook van wat ik er vanavond over gehoord heb... is dat gedupeerden... inclusief de Vereniging van Effectenbezitters... zich vooral richten tegen het management van Fortis... dat een verkoopbeslissing genomen heeft, aan ons bijvoorbeeld... Zonder dat de aandeelhouders daarover geraadpleegd zijn. En dat neemt men het management van Fortis kwalijk. Wij hebben gewoon een bod gedaan op onderdelen van het Fortis-concern... en daar een mooie prijs voor betaald. En één ding weet ik zeker, als we dat niet gedaan zouden hebben... dan zou er vandaag de dag helemaal geen Fortis-aandeel meer zijn geweest. Dan zou het nul waard zijn geweest. Ja, dus, maar goed, en eigenlijk moeten ze u nog dankbaar zijn. Nou, het is een reddingsactie geweest van Fortis Bank Nederland en ABN AMRO. Daar hebben we 16,8 miljard euro voor betaald. En dat was geld wat de resterende deel van het concern in staat stelde... om een aantal problemen op te lossen. Daarna is er ook nog een weekend lang... onderhandeld met de Luxemburgers en de Fransen, is de Franse bank Paribas erbij gekomen. En is er uiteindelijk van het Fortis-concern een heel klein stukje overgebleven... wat dus nu op de beurs gekelderd is naar 1,20 euro. Ja, dus met andere woorden, u heeft, zo heeft u ook ongeveer geformuleerd... een mooi deel eruit gehaald en er blijft voor die aandeelhouders weinig over. Nou, 16,8 miljard euro. Maar goed, u begrijpt toch wel dat als je aandeel hebt van de hele tafel... en u gaat er met 2/3 van de tafel vandoor... dat die tafel niet zoveel meer waard is. Dat ligt eraan hoeveel u ervoor terugkrijgt. Nou ja, dat hebben we dus nu gezien, 80% minder. Nee, wacht even. 80% minder is ontstaan nadat wij onze deal hadden gemaakt. Is er nog een keer een nieuwe koop- en verkoopovereenkomst afgesloten... met de Franse overheid, met het Franse concern Paribas. En vervolgens blijkt dus nu achter het aandeel Fortis... eigenlijk alleen nog een paar kleine buitenlandse verzekeringsmaatschappijen te zitten. Een portefeuille met risicovolle producten en een heleboel cashgeld. En dat is vandaag door de belegger gewaardeerd op 1,20 euro. Maar dat is een heel ander aandeel Fortis dan het aandeel Fortis wat er was... nadat wij betaald hadden voor Fortis Bank Nederland, Fortis Verzekeringen en ABN AMRO... en 16,8 miljard euro hadden betaald. Waarom komt de Belgische regering die aandeelhouders wel tegemoet? Omdat de Belgische regering, denk ik... ik vermoed dat er twee redenen zijn. Ten eerste omdat men ziet dat men de inhoud van het aandeel Fortis wel heel klein gemaakt heeft. Ik bedoel, het was een aandeel van een bank- en verzekeringsbedrijf. En zoals gezegd, het is nu een aandeel met een beetje verzekeringen... een beetje slechte producten en heel veel kasgeld. Dat is dus iets heel anders dan mensen ooit kochten. Maar ten tweede, Fortis is in België echt een volksaandeel. Wat door hele grote groepen Belgen bezeten wordt. Dus
Het is een nationaal volksbezit, zeg maar. Mm-hmm. En ik denk dat de Belgische regering dus ook een verantwoordelijkheid voelt richting heel veel Belgische burgers, dat zoiets niet te veel in waarde zou mogen dalen. En dat men daarom dus gezegd heeft, nou ja, je kunt nog een vorm van winstdeling er in 2014 bij krijgen. Overigens, naar ik begrepen heb, niet slechts voor Belgische aandelenbezitters, maar ook gewoon voor Nederlandse aandelenbezitters. Als je nou in zijn algemeenheid kijkt hoe het gaat met banken, en je weet dat er twee geldstromen zijn, namelijk de spaarder die zijn geld aan die bank geeft en hoopt dat dat op een gegeven moment op zijn minste nog is en het liefst iets meer. En de aandeelhouder die geld erin stopt in de hoop dat het meer wordt. Is dan het belang van de aandeelhouder en dat van degene die zijn spaarbankboekje bij die bank heeft, moet je dat even zwaar wegen als bank eigenlijk? Als bank? Ja. Want het lijkt dus nu dat banken veel meer waarde hechten aan de aandeelhouder dan aan degene die daar zijn centjes onderbrengt. Nee, ik ben geneigd te zeggen dat een bank het belang van de spaarder zwaarder moet laten wegen. Omdat de essentie van sparen is dat je weet dat je het geld wat je inlegt altijd terugkrijgt. En dat je liefst daar dan nog wat bovenop krijgt, de rente. Terwijl als je weet, als je in aandelen belegt, dan weet je niet eens zeker of je het bedrag terugkrijgt wat je erin gestopt hebt. Daar zit risico aan vast. En je kunt dus heel veel meer terugkrijgen, maar ook heel veel minder. Dat risicovoller is dan sparen, dat weet je. En dus is de verantwoordelijkheid ten opzichte van spaarders om hen te alle tijden tenminste terug te geven wat ze erin gestopt hebben, groter. Zullen we even naar de rubriek Foutjes Bedankt gaan? Want u wordt alom geprezen over uw crisismanagement, waarover later meer, maar er zijn toch een paar foutjes tussendoor geslopen. Laten we kijken naar het eerste fragment. Dat komt uit de Tweede Kamer. Wij zijn natuurlijk wel degelijk ook na het afgelopen jaar een aantal zaken tegengekomen, bijvoorbeeld binnen het Fortis-concern, rondom de balans, waarvan je kunt afvragen, ja, als we dat nou eerder hadden geweten, was dan die beslissing anders uitgevallen. Dus ik vind het wel zinnig, in de context van geleerde lessen, om met elkaar na te gaan of het type informatie waarop wij ons baseren op het moment dat we een verklaring van geen bezwaar afgeven, of dat beter had gekund. Dus de minister van Financiën heeft toestemming gegeven tot de overname van ABN AMRO, maar achteraf zegt hij, ik was verkeerd geïnformeerd en dan was het misschien niet doorgegaan. Heeft u daar spijt van die uitspraak? Nee, geen moment. En dan moet u spijt hebben van het feit dat die ABN AMRO toestemming heeft gegeven verkocht te worden. Nee, ik probeer gewoon lessen te leren uit wat er fout is gegaan. Als je nou ziet dat over de hele wereld banken miljarden in waarde achteruit zijn gegaan tussen nu en ongeveer een jaar geleden, terwijl er eigenlijk aan hun bezittingenportefeuille niks veranderd is. Het zijn precies dezelfde banken. Ze hebben precies hetzelfde op de balans staan. En toch worden ze miljarden minder waard. Louter en alleen omdat we nu veel beter begrijpen dan een jaar geleden welke risico's er vastzitten aan geweldig complexe producten die ooit op Wall Street zijn ontwikkeld, toen drie keer verknipt en drie keer doorgehandeld zijn en nu verspreid over de hele wereld op bankbalansen staan. Dan moet je je dus afvragen hoe je met elkaar nou kunt voorkomen dat het je een volgende keer weer gebeurt, dat je denkt de waarde van een bedrijf te snappen, dat je denkt de financieringscapaciteit van een bedrijf goed te kunnen inschatten, dat je denkt de prijs ook van een bedrijf goed in te kunnen schatten. En je achteraf tot de conclusie komt dat dat dus niet zo is geweest. Maar daarmee zegt u dus, het was niet Fortis die iets te verwijten viel. Het was eerder zo dat wij, bezig met het overnemen van ABN AMRO, gewoon niet zo goed in de gaten hadden. We konden het gewoon niet zo goed zien. Fortis had externe adviseurs, investmentbankers aan hun zijde. Wij hadden, en de Nederlandse Bank hadden externe adviseurs, ook investmentbankers, analisten aan onze zijde. Niemand kon een jaar geleden het beter inschatten dan we toen met elkaar deden. Dat gold over de hele wereld. Bij alle banken en verzekeraars was er eenzelfde onvermogen om precies te begrijpen wat er nou eigenlijk in die financiële wereld aan de hand was. Het is toch pijnlijk eigenlijk, of niet? Ja, het is verschrikkelijk. Wel, want u heeft het over wij, maar dat is dus de staat, zal ik maar zeggen. Dus nee, het is niet alleen de staat. Dat bent u, maar is ook de toezichthouder, ook de Nederlandse Bank. De meest simpele en ware omschrijving van de aard van deze crisis is door Kees Maas, een oud ING-bankier, recent gegeven toen hij zei, bankiers begrepen hun eigen producten niet meer. Ja. Dat is in de kern wat er hier fout is gegaan. Bankiers zijn producten gaan verkopen die ze zelf niet begrijpen. En als de bankiers ze niet begrijpen, dan kunnen de toezichthouders ze ook niet begrijpen. Dan kunnen de ministers van Financiën ze ook niet begrijpen. Dan hobbelt iedereen achter de feiten aan totdat het in je gezicht opblaast. En dat is wat we nu meemaken. Dat kan dus niet meer. Dat kan natuurlijk helemaal niet meer. Nee. Maar, daarom dat ik ook gezegd heb, laten we nou niet stoer doen van alles is goed gegaan en jammer dat er een bank bijna kapot was gegaan. Laten we proberen een les te leren om te zorgen dat het een volgende keer niet zo gebeurt. Het klonk een beetje toen, en misschien dat het daarom ook als een foutje werd beschouwd, alsof u de Nederlandse bank, de toezichthouder, de schuld gaf dat ze u niet hadden gezegd, let op die balans van Fortis, daar klopt iets niet helemaal. Ja.
u mag het fragment nog een keer afdraaien, afspelen, maar u zult daar horen dat ik heel netjes zeg, we hadden het niet in de gaten. Ja. Dat gold mij dus net zozeer als mijn adviseurs, als de Nederlandse bank. Collectief, de hele wereld kon niet die bankbalansen begrijpen. Het was te ingewikkeld geworden, zelfs voor de bankiers die producten verkochten en er ondertussen wel heel rijk van werden. Laten we naar een tweede fragment gaan. Een uitspraak van u dat later bij anderen weer chagrijn teweeg heeft gebracht. En het mooie van de oplossing die we nu getroffen hebben is dat we de gezonde delen eruit hebben gehaald. En met het geld wat de partijen die erin blijven zitten daarvoor krijgen, kunnen zij de problemen die zij hebben ook weer oplossen. Dus dat is iets waar uiteindelijk iedereen baat bij heeft. Ja, de gezonde delen gingen naar u. En de doodzieke delen bleven in België achter. Dat hebben ze u daar niet in dank afgenomen. Nee. Spijt? Nee. Echt niet. Ze worden steeds kwaaier daar in België. We worden hier ontvangen in België. Moet u zich nou eens, hoe zou dit gesprek hier vanavond zijn gegaan als ik in dat interview had gezegd, ik heb 16,8 miljard uitgegeven voor de zieke aan vier waardeloze bedrijven. Ja. Diplomatiek geïnformeerd had kunnen zijn. We hebben een heel leuk deel achtergelaten. En we hebben ook een heel leuk deel gekocht. Ja. Ik moet mij verantwoorden ook tegen de Tweede Kamer voor het feit dat ik 16,8 miljard euro, dat is een ongelofelijke bak geld, heb uitgegeven om iets te doen wat de Nederlandse overheid nog nooit gedaan heeft, namelijk banken opkopen. Gewoon private banken opkopen. Ja. Dan is het eerste wat ik laat zien natuurlijk, is dat dat geld wel goed besteed is. Dat we daar een aantal heel goede bedrijven voor gekocht hebben. Het tweede wat ik zeg, dat heeft u ook keurig uitgezonden, is dat met dat geld de Belgen een aantal problemen kunnen oplossen, waardoor hun deel van het concern er ook beter van wordt. Nou ja, dat noemen we dan mooi een win-win situatie. Dat was het volgens mij ook. Oké, nou, voordat we Fortis afronden, moeten we nog even één kwestie doornemen. Namelijk, u bent daar nu, tenminste de Nederlandse staat is daar nu de baas van. Hoe gaan we dat merken? Komen daar andere bestuursvoorzitters? Wordt er een andere salariering doorgevoerd? Wat is het eerst zichtbaar? Nou ja, we hebben vandaag een eerste bestuurder kunnen benoemen op plekken die eerst door de Fortis ingenomen werden. Zowel bij de holding waar ABN AMRO dan onder valt als bij de bank. Dat is meneer Enthoven. Die is op dit moment officier van justitie, maar heeft zelf een achtergrond ook in het bankieren. Dat is wel handig tegenwoordig bij de bank als je daar een officier van justitie hebt. En die heeft oog voor alles. Ja. Die krijgt geen bonussen en die doet dat gewoon op een officiers van justitie salaris voor de tijd die hij daarmee kwijt is. Dus een mooi voorbeeld van hoe het ook kan. Maar het is duidelijk dat hoe het ook kan? Of is dat de manier waarop het volgens u voortaan gaat? Ik denk dat met name op het onderwerp bonussen, we het niet kunnen maken dat als we als overheid eigenaar zijn van een bank, dat er dan doorgegaan wordt met het bonusbeleid zoals dat tot nu het geval is geweest. En het salaris? Het salaris ligt een slag anders. Ook daar zullen we scherp met elkaar moeten onderhandelen. Maar daar geldt natuurlijk wel dat dit in essentie bedrijven zijn die moeten concurreren in de markt. Die wat mij betreft over 1, 2, 3 jaar, wie weet wanneer, ook weer terug aan de markt in. En dan daar wel overeind moeten komen. En je wilt de beste mensen? Die hebben gewoon goed management nodig. Dat is ook voor de belastingbetaler belangrijk. Want ik wil dat als het straks verkocht wordt, dat het wel met winst verkocht wordt. Zodat de belastingbetaler er ook voordeel van heeft. Is er daar goed management voor nodig. Is er een nieuwe Balkenende-norm maar dan voor een bank? Nee, die Balkenende-norm die geldt voor de publieke sector. Dit is gewoon een marktbedrijf. Dus kan ook dat iemand tijdelijk worden? Dat tijdelijk in handen is van de overheid. Maar met name op het gebied van bonussen, daar wil ik geen doekjes om ombinden. Als we kijken wat er in Engeland nu gebeurt, hè, daar heeft de Engelse overheid het afgedwongen dat op het moment dat ze kapitaal stoppen in Engelse banken, de cashbonussen van het management gewoon op nul gaan. Die mensen die krijgen dus nul uitgekeerd. Terwijl dat kunnen gewoon miljoenen zijn onder andere omstandigheden. Nou, dat vind ik een mooi voorbeeld. Hoeveel bestuurders wilt u daar hebben eigenlijk? Ik denk dat we uiteindelijk zullen moeten nadenken over de hele invulling van de hele raad van bestuur en de hele raad van commissarissen. Het gaat om hoeveel mensen? Dat zou bij elkaar over een man of 8 à 10 kunnen gaan. En die het maar tijdelijk doen natuurlijk? Nou, dat hoeft niet. Nee? Die doen het niet voor de periode totdat het verkocht wordt? Nee, ik denk dat als je weet dat het bedrijf op een gegeven moment weer geprivatiseerd wordt, dan heb je eigenlijk management nodig dat helemaal mee kan maken. En niet dat op zo'n ongelooflijk cruciaal moment in de bedrijfsvoering, als het overgaat naar de nieuwe eigenaar, opeens ook het hele management weer verandert. Ja. U zei net 1, 2 of 3 jaar. Is de max 3 jaar wat u betreft? Nee, er is geen max. Ik poog alleen maar aan te geven dat de termijn niet vaststaat. Ja. U heeft geopereerd als crisismanager en het beviel u goed. Althans, als we dat mogen afleiden uit uw gelaatsuitdrukking. Want u was vrolijk. En dat komt ook voor. Kijk maar. Mag nu de premier eindelijk in beeld na al die uitzendingen met u? We zijn steeds samen opgetrokken, ook vandaag. Ja, ik
geloof dat de minister-president vandaag met de Fransen praat. Dus laten we eens kijken wat er uit dat gesprek komt. Dat het zo'n briljant voorstel was van Nederland dat nu door de Fransen gejat wordt. Wat is er nou briljant aan om te zeggen, we reserveren 3%, we storten nergens geld? Een briljant econoom als u zelf bent moet toch weten dat de meest briljante ideeën aan het eind van de dag altijd buitengewoon eenvoudig blijken te zijn. Houdt u van crisismanagement? Hou ik van crisismanagement? Ik vind het leuk als dingen goed gaan. En tot nu toe gaat het redelijk goed, maar ik prijs de dag niet voor de avond is. Waar heeft u het geleerd? Nou, ik heb voor ik de politiek inging 10 jaar in het bedrijfsleven gewerkt. En dan, als je een beetje carrière maakt, leer je ook wel onder hoge druk beslissingen te nemen. En soms gaat het dan ook wel voor veel geld. Dus daar heb ik wel iets aan gehad. En partijleiderschap van de Partij van de Arbeid is ook niet helemaal zonder crisismomenten geweest. Dus daar heb ik ook de nodige ervaring op gedaan. Ja. Daar zagen we u meestal niet zo lachen als dat we er nu zien. Daar was u er niet bij, daar was u er niet bij. Ja, ja. U wordt daar zeer om gewaardeerd en het lijkt ook alsof het u allemaal vanzelf afgaat. Is dat zo? Nee. Is het elke dag piekeren van hoe moet ik het doen? Of met wie doet u die strategie? Zijn dat 4 mensen, 2 mensen, 6? Nee, dat is een man of 8. Dat is, neem ik aan, Nout Wellink? Daar speelt Nout Wellink een heel belangrijke rol. Daar speelt Jan-Peter Balkenende een heel belangrijke rol. En daar spelen een aantal topambtenaren van mijn ministerie een heel belangrijke rol. En bent u degene die dan de aanvoerder is van dat gezelschap? Ja, uiteindelijk hak ik de knoop door, ja. Hoe laat begint zo'n dag in de periode dat het zo verschrikkelijk druk is geweest de afgelopen weken? Nou ja, het probleem is meer dat de dag soms niet ophoudt. Die nacht dat we moesten onderhandelen over de 100% overname van Fortis ABN AMRO... Had ik tot 21:00 s'avonds een debat in de Tweede Kamer. Ben ik om, geloof ik, 21:45 in het vliegtuig gestapt naar Brussel. Werden we daar ontvangen door de minister-president en de minister van Financiën. Begonnen we om 1:00 s'nachts met onderhandelingen. En waren om 21:00 s'ochtends daaruit. Maar moest vervolgens nog een heleboel handtekeningen opgehaald worden. En het in juridische contracten omgezet worden. Waardoor we pas om 2:00 weer naar Nederland toe konden vliegen. En om 6:00 een persconferentie moesten geven. En dat ging allemaal achter elkaar door zonder 1 minuut slaap. Dus dat is een beetje, dat was ook wel de meest extreme etmaal wat we meegemaakt hebben. Hoeveel mensen weten dat? Hoeveel mensen weten wat? Nou, dat u zo'n nacht dan door... Wie weet dat u daar op dat vliegtuig stapt op dat moment? Nou, dat wist dat niemand. Dat is wel redelijk hilarisch gegaan. Kijk, u moet zich voorstellen... Als je onderhandelingen over een overname of een fusie voert van een bedrijf dat ook op de beurs genoteerd is, is dat buitengewoon gevoelig. Want op het moment dat dat bekend wordt, kan er van alles gebeuren met de beurs. Dan heb je voorkennis, dan heb je ambtenaren voorkennis. Dan kan bij wijze van spreken de handel stilgelegd worden. Dat moet je allemaal niet hebben. Als er dan ook nog eens een bank is, heb je nog een heel ander risico. Namelijk dat als spaarders denken, oh jee, er gaat wat met mijn bank gebeuren. Dat ze hun geld terugtrekken en dan valt zo'n bank om. Ja. Dus grote vertrouwelijkheid is daar gepast. Waar ik zelf trots op ben, niet mijn verdiensten, maar vooral van mijn ambtenaren, is dat we gedurende de week, van dinsdag tot en met donderdagnacht, eigenlijk 3 dagen lang, terwijl de beurs gewoon open was, onderhandeld hebben over Fortis en ABN AMRO zonder dat iemand het wist. Hoe heette Fortis ABN AMRO? Heette dat toen ook Fortis ABN AMRO? Nee, dat heette op maandag en dinsdag, of nee, voor het weekend ook nog, toen het om het 49% belang ging, heette het Pecunia. Dan kreeg ik allemaal notities met als titel daarboven Pecunia. Dat was dan de codenaam voor het archief. Mm-hmm. En toen we eenmaal besloten om tot de 100% koop over te gaan, heette het Non-OLED. Het stinkt ook niet meer, dat geld. Zo verschoof de codenaam en verschoof ook het oogmerk van een en ander. Maar kijk... Je ziet heel vaak dat er over fusies en overnames in het weekend onderhandeld wordt. Tussen het sluiten van de beurs op vrijdag en het openen van de beurs op maandag. Want dan is het niet erg als het lekt. Wij hebben het van dinsdag tot met donderdagnacht gedaan. Dus dat was buitengewoon riskant. Maar het moest, want die bank was echt, die kon elk moment omvallen. Dat is helemaal stilgebleven. Pas in de loop van vrijdag kregen wij langzaam berichten door dat journalisten zich afvroegen waarom Balkenende, de Jager en ik niet bij de ministerraad waren. Dat ze door hadden dat het regeringsvliegtuig ook niet op Schiphol of op 16hoven stond. En toen waren de eerste speculaties dat de koningin zou aftreden. En dat daarom de minister-president en de vice-minister-president samen ergens kennelijk met de koningin waren. Onder welke codenaam zou dat hebben plaatsgevonden? Ja. Ja. Is het nou zo dat u de andere ministers niet inlicht? Dat is zo, ja. En uw vrouw al helemaal niet zeker dan? Ja, die weet af en toe wel iets. Hey, dus die weet meer dan de rest van het kabinet? Heel af en toe. Is daar ook een codenaam voor? Nee, dat is geen codenaam voor echte liefde. Ja. Ja.
Kunt u zich voorstellen, is dit nu klaar eigenlijk? Kun je zeggen van nou, wat dit betreft is de crisis wel afgelopen? Of zou je zich kunnen voorstellen dat er over twee weken weer opeens 3 nachten weg bleek te zijn? Nou, ik moet er niet aan denken, maar ik sluit het niet uit. Ik meen het echt. Als je in een. Kijk, deze crisis is in de financiële wereld het ergste wat de wereld heeft meegemaakt sinds de 30er jaren van de vorige eeuw. Dat heeft een omvang en een dimensies en een heftigheid die niemand ooit heeft meegemaakt. Ik werk ook met allemaal mensen die nooit zoiets hebben meegemaakt. We moeten dus allemaal de geschiedenisboeken induiken om te weten wat het ook alweer is en waar we misschien nog iets van kunnen leren. En voor de rest vind je op de tast je weg en merk je wat goed gaat en wat minder goed gaat. Hoofduitgangspunt van ons is steeds geweest, we sluiten letterlijk helemaal niets uit. Dat betekent dat als er bij wijze van spreken nog een bank genationaliseerd zou moeten worden en daarna nog één, dat we dat zullen doen als dat nodig is om het financiële systeem te laten blijven draaien. Ik hoop niet dat het nodig is. Ik geloof dat we de goede dingen gedaan hebben. Fortis ABN AMRO, dat was vooral ingrijpen omdat er een bedrijf in de problemen komt. Terwijl wat we de laatste dagen gedaan hebben is vooral ingrijpen om te zorgen dat er geen andere bedrijven in de problemen komen. Maar als het moet, zullen we het gewoon weer doen. En u ziet het nog niet. Dus u kunt niet zeggen van ik heb nu zicht op al die banken, in ieder geval die hier in Nederland belangrijk zijn, hoe ze ervoor staan. En dat heeft te maken met dat een heleboel van de zaken die hier gebeuren, of dat nou op de beurs is of rondom een bedrijf, zijn volstrekt irrationeel. We zien op dit moment op de geld- en kapitaalmarkt dat volslagen gezonde bedrijven elkaar niet meer vertrouwen. Dat is niet te doorgronden. Maar omdat iedereen weet dat er overal in het financiële systeem risico's verborgen zitten en niemand precies weet bij wie ze zitten, vertrouwt niemand meer. En in zo'n situatie kan er van alles gebeuren en moet je altijd op alles voorbereid zijn en dus ook niks uitsluiten. Ja. We gaan straks praten over al dat geld dat u garandeert, waar dat eigenlijk vandaan komt. Ja. En we gaan het hebben over de toekomst. Maar eerst de ZAP-service. Alsof de Fortis het al niet moeilijk genoeg had de laatste weken. 2 mannen hebben vorige week woensdag bij een filiaal van die bank in Drenthe een overval gepleegd. Iets voor 9:00 ochtends bedreigden die 2 gewapende mannen het personeel van de Fortis aan de Dorpsstraat in De Wijk. De bankmedewerkers konden niets anders doen dan geld geven, waarna de overvallers wegvluchten, waarschijnlijk met een auto die in de buurt stond geparkeerd. I think that at the meetings we had here in Washington recently of development and finance ministers from all over the world, it was clear that people do agree that we mustn't take our eyes off the ball where poverty alleviation and helping the developing countries is concerned. Ik zie het dus zo dat die kredietcrisis die dwingt ons als het ware om na te denken over waar gaat het nu echt om, wat zijn de echte problemen, en maakt de ruimte nu vrij voor die vraagstukken die echt op de agenda komen en moeten komen en die te maken hebben met het overleven van de mensheid. Ja, ze zijn allemaal binnen voor al die koersen aan het bekijken en het is jammer, want dan missen ze die gouden handen van Fred van Beek. Is het lekker? Nou, lekker is niet het juiste woord, maar het is wel goed. Hoor. Het voelt goed. Ja. Want werk jij bij de beurs? Ik werk hier als handelaar. Ja, meneer Boswal, u had het net voor de ZAP-service over het vertrouwen. Dat van groot belang is. Die 200 miljard garantie is eigenlijk bedoeld om dat vertrouwen, neem ik aan, weer enigszins op gang te brengen. In principe komt er op een bepaald moment, als het niet goed gaat, een financiële instelling bij u die zegt ik wil een gedeelte van die 200 miljard gedurende een korte periode gebruiken, want ik zit in de problemen. Werkt het zo ongeveer? Nee, zo werkt het niet. U moet het zich eigenlijk als volgt voorstellen. Een Nederlandse bank heeft een lening nodig. Banken hebben continu leningen nodig, aan elkaar, van elkaar, om te kunnen blijven draaien. Stel nu dat de Nederlandse instelling merkt dat ze niet meer vertrouwd worden door hun tegenpartij en dus geen leningen kunnen aantrekken. Dan kunnen ze naar ons toe komen en kunnen ze zeggen, zouden jullie de tegenpartij kunnen garanderen dat wij te vertrouwen zijn? Dat ze geen risico lopen. Staan wij feitelijk borg? Dan zeggen we dat willen wij wel doen, maar dan moet je wel voor betalen. Dus wij rekenen eigenlijk als een verzekeringsmaatschappij een premie voor het feit dat het risico van niet-terugbetaling afgedekt wordt. Die 200 miljard is zeg maar de waarde van het huis dat je verzekert. Mm-hmm. En de premie wordt aan de verzekeringsmaatschappij betaald. En hoe weet u hoe gezond dat bedrijf is waarvoor u borg staat op dat moment?
Ja, daar hebben wij gelukkig de Nederlandse Bank voor, die als toezichthouder dan gewoon in de boeken gaat kijken, die naar de balans gaat kijken. We zien dat in Engeland, wat op dit gebied het land dat op dit gebied het eerste begon, zien we dat ook gewoon op die manier gebeuren. Als er rotzooi op die balans staat, dan moet dat er eerst af. Er moet voldoende kapitaal in het bedrijf aanwezig zijn. En als dat bedrijf dus gezond is, dan kan het die verzekering afsluiten. Maar nu zei u net in dit programma eerder van ja, de Nederlandse Bank heeft ook bij IJsland gekeken. Ja. En is toen toch kennelijk door IJsland zo om de tuin geleid. Nou, dat zei u dan niet, maar dat was uiteindelijk wel de uitkomst. Dat de Nederlandse Bank niet heeft ingegrepen. Waarom zou dat dan nu beter gaan? Nou ja, omdat we inmiddels een stuk verder zijn. En omdat we hier zelf ook eisen kunnen stellen aan wat we allemaal te zien krijgen. Kijk, als een bank van ons die garantie wil, dan kunnen wij ook eisen stellen met betrekking tot het inzicht in de boeken. Maar ook bijvoorbeeld met betrekking tot eventuele zeggenschap of bonussen die wel of niet aan de orde zijn met management. Maar we hebben het ook over Fortis en ABN gehad. Daarvan heeft u net, hebben we nog een klein stukje van laten zien in de Kamer, gezegd van ja, op een gegeven moment kom je erachter dat er toch nog allerlei dingen niet op die balans staan die er misschien wel op hadden moeten staan. Ja, daar was u best lang mee bezig geweest voordat u daarachter kwam. Jawel, maar dat was nadrukkelijk de situatie van een jaar geleden. En ik maakte die opmerking in de Kamer om te zeggen, nu zien we inmiddels hoe het echt in elkaar zit op die balansen. Dat wisten we helaas een jaar geleden nog niet. Maar we hebben nu gelukkig de kennis van nu. En we zijn dus ook nu gewoon in staat, veel beter dan dat 1,5 jaar geleden het geval was, om te zien of een bedrijf, wat ze dan zo plastisch noemen, moest ik ook aan wennen in die onderhandelingen, maar dat noemen ze dan toxic waste, giftig afval, op de balans heeft staan. Oftewel slechte producten met heel hoge risico's. Maar als u nu zegt dat zo'n instelling die bij u komt vragen om dat geld, dat u daar ook zeggenschap voor eist en misschien wel in beloningen en bonussen iets te zeggen wil hebben, dan denk ik dat die mensen niet enthousiast naar u toe komen. Want dan denken ze, ja, de bos gaat zich overal mee bemoeien. Dag. Dan moeten ze het niet doen. Ja, maar dat wil u niet. Want u wil dat willen zij vooral niet. Ja, maar u wil dat ze blijven handelen, want anders komt de boel niet op gang. Ja. Maar niets is voor niets. Als banken en bankiers hulp nodig hebben van de overheid, dan mag de overheid er ook iets voor terugvragen. Dat doen we ook op het moment dat we kapitaal steken in bedrijven. En dan willen we ook waarborgen dat het niet ten koste gaat van de belastingbetaler. Dan willen we ook zeggenschap. Wat dat betreft is er geen gratis hulp. We vragen er ook gewoon een prijs voor. Dat is volstrekt normaal. Hoe ver gaat u in die zeggenschap? Wat wilt u in ieder geval geregeld hebben op het moment dat er aanspraak op uw borgstelling wordt gedaan? Dat zal van geval tot geval bekeken moeten worden. Het is duidelijk dat naarmate een bank meer van ons wil, wij ook meer terug kunnen eisen. Dat is in zekere zin ook een kwestie van onderhandeling. Dus dan moet ik geloof ik ook niet dan hier aan tafel al mijn hele positie gaan zitten blootgeven. Nee, maar wat zijn de dingen die u als politicus van belang vindt? Waarvan zegt u van dit is ongeveer de volgorde? Het allerbelangrijkste vind ik dat we geld steken in gezonde bedrijven. Dat is ook het grote verschil met wat tot nu toe, het is aan het veranderen, de aanpak was in de Verenigde Staten. Daar zag je eigenlijk dat er 700 miljard van de belastingbetaler gebruikt werd om slechte risico's op te kopen van banken die in de problemen waren geraakt. Dan heb je 700 miljard uitgegeven, maar heb je niks. Namelijk slechte producten die je aan de straatstenen niet kwijt kan. Terwijl wij met de 16,8 miljard die we bijvoorbeeld aan Fortis en ABN AMRO hebben uitgegeven, gezonde bedrijven hebben gekocht. En elke andere keer dat we kapitaal gaan steken in een bedrijf, willen we dat ook pas doen als we zeker weten dat dat bedrijf gezond is. Dat is ook van belang voor de belastingbetaler. Want als ik die garantie geef aan gezonde bedrijven, dan weet ik ook dat de kans heel klein is dat dat bedrijf op een gegeven moment in de problemen komt en dat ik ooit genoodzaakt word om dat risico, hè, als een verzekeringsmaatschappij bij het huis dat dan op een gegeven moment toch in de fik gaat, dat ik het ooit uit zou moeten keren. Hoe komt u in godsnaam aan die 200 miljard? Waarom is het niet 300 of 250 of 275? Nou, de Nederlandse Bank houdt bij, bijna van dag tot dag, hoe banken elkaar financieren. Wat de financieringsbehoefte is van banken. En die kunnen dus een redelijke inschatting maken tussen wat de Nederlandse financiële instellingen tot eind volgend jaar nodig hebben, gewoon om te kunnen blijven draaien. Bij wijze van spreken overmorgen een lening van 30 miljoen afloopt van de ene bank aan de andere, dat die weer vernieuwd moet worden. Dat dat niet gebeurt als er geen garantiestelling is. Nou ja, dan heb je 30 miljoen. En zo kun je optellen en dan kom je aan 200 miljard. Moeten we nog een klein dingetje doen. Dit zijn lucifers. En u zei vandaag in de Tweede Kamer, kijk, we zijn er om de brand te blussen. Dat is de crisisbeheersing, neem ik aan. En we zijn er dan eigenlijk nog niet om uit te zoeken waar die lucifers liggen. Dat leek mij nou zo'n rare vergelijking. Want je wil toch precies weten waar de oorzaak ligt? Waarom zou je een brand gaan blussen terwijl de oorzaak voortdurend nog doorgaat?
Als er ergens een ontsteking in een lamp zit of een waterkoker, dan ga je toch zorgen dat die waterkoker eerst wordt verwijderd voordat je gaat blussen. Anders blijf je maar blussen. Als brandweerlieden op het moment dat ze een huis binnengaan alleen maar de lucifers gaan zoeken en vergeten de brand te blussen, dan hebben ze op het eind misschien wel de lucifer, maar is het huis ook helemaal afgefikt. En daar heb je die brandweermannen niet voor binnengehaald. Die heb je primair binnengehaald om de brand te blussen en te zorgen dat er nog zoveel mogelijk overlevenden naar buiten komen. Dat is ook onze taak. Wij moeten zorgen dat banken gered worden, omdat anders ondernemers en spaarders de klos zijn. Ja, daar als doen je het zoveel geld steekt, want daar blust u mee namelijk, met al die miljarden. Ja. Dan blijkt toch dat die lucifers als daar maar blijven liggen, dan verspil je belastinggeld op een manier die misschien niet verantwoord is. Maar laat ik het zo zeggen. We hadden bij Fortis en ABN AMRO hadden we ook kunnen zeggen, eigen schuld dat jullie in problemen zijn gekomen. Jullie hebben het zelf veroorzaakt, foute beslissingen genomen, foute strategie, foute bonussen. Zoek het maar uit. Daar kun je wel ontzaglijk stoer over doen. Maar dat zijn de spaarders bij Fortis en ABN AMRO die daar uiteindelijk de rekening voor betalen. Veel meer dan die managers. Die vinden op een gegeven moment weer een andere baan. Maar het is die vrouw met alleen haar AOW en een klein spaarcentje die je daar had staan, die er dan op een gegeven moment niks van terugkrijgt. Of andere mensen, ondernemers die ervan afhankelijk zijn. Voor die mensen doen wij het. Die willen we helpen. Dus dan moet je even opzij zetten dat je misschien wel een ongelooflijk hekel hebt even aan hoe die bankiers en die banken ons in deze misère hebben geholpen. Dan moet je even bedenken wat het allerbelangrijkste is. Het allerbelangrijkste is die spaarders en die ondernemers helpen die van die banken afhankelijk zijn. Tegelijkertijd probeer je zoveel mogelijk voorwaarden te stellen, waardoor je het systeem langzaam maar zeker in de goede richting stuurt. En als straks de brand echt geblust is, dan gaan we een nieuw huis bouwen. Ja. En dat nieuwe huis zal dus anders uit moeten zien. En wat is het meest in het oog springende van dat nieuwe huis? Waarvan u zegt, nou, dat had je niet gedacht, hè? Nou ja, dat weet ik niet of u het niet gedacht had. Een aantal van de dingen heb ik eigenlijk nu al genoemd. Maar ik zal een paar voorbeelden noemen. U moet er wel bij bedenken, dat geldt allemaal vele malen meer in de Verenigde Staten, waar het in een heleboel opzichten vele malen meer uit de hand was gelopen dan Nederland. Maar u bouwt de huizen hier. Het begint erbij dat bankiers geen producten meer moeten verkopen die ze zelf niet begrijpen. Dat is ongelooflijk simpel, maar daar begint het herstel echt mee. Ten tweede, het betekent dat ik bankiers nooit meer wil horen over dat ze geen toezicht willen, omdat ze zelf precies weten hoe het allemaal moet en zelf precies weten hoe ze excessen voorkomen. Ik bedoel, ze hebben nu bewezen dat het zo niet werkt, dat ze ook maar gewoon mensen zijn, dat ze fouten maken, dat ze zich soms te buiten gaan in excessen, dat ze verleid kunnen worden door de verkeerde dingen en dat wij er allemaal de prijs voor betalen als je het laat gebeuren. Dus toezicht hoort ook bij financiële markten. Ten derde, er zijn belonings- en bonussystemen in de bankwereld geweest die het nemen van onwaarschijnlijk grote risico's beloonden. Dus als je een hele risicovolle beslissing nam die op korte termijn miljoenen opleverde voor het bedrijf, kreeg je miljoenen als bankier. Terwijl bij wijze van spreken pas een paar jaar later bleek dat het eigenlijk het risico te groot was en de effecten negatief. Maar ja, dan was die betreffende bankier al weg of hij werd op zijn best ontslagen, maar dan ging hij gewoon bij de buurman aan het werk. Maar u gaat daar toch helemaal niet over? Ja, daar gaat het bij Fortis ABN AMRO gaat dat u erover. Dat is nou een van de voorbeelden waar we in het verleden niet over gingen, waar wat mij betreft in de toekomst wel over ging. De Nederlandse bank heeft als taak, als toezichthouder, om bij banken te beoordelen of men verantwoord omgaat met risico's. Ja. Dat is tot nu toe altijd beperkt gebleven tot wat staat er op die balans, en begrijpen we dat, en welke prijs wordt er goed boek gehouden, dat soort dingen. Maar nu? Nu heeft Nout Welling ook geaccepteerd dat daar dus ook bij hoort van hoe betaal je eigenlijk je bankdirecteuren. Ja? Moedigt dat nou eigenlijk wel? Kan hij dan tegen bijvoorbeeld de Rabobank, noem maar wat, hoor. Kan hij zeggen, en dat gaat niet, daar gebeuren. Zou ik maar zijn paar tonnetjes van afhalen. Dat gaat gebeuren, zeker? Dat gaat gebeuren. Nout Welling heeft mij toegezegd dat hij een beoordeling van het belonings, met name het bonusbeleid, gewoon onderdeel wil maken van zijn toezichthoudende taak. Belangrijkste verandering zal zijn. En kun je die bank daartoe dwingen? Ja, natuurlijk kan dat. Want anders, wat is de sanctie? Omdat een toezichthouder anders gewoon geen goedkeuring geeft van de operaties van de bank of geen vergunning geeft. Dus als die bank, ik noemde nou de Rabo, maar het kan best een ander zijn, als die zich daar niet aan houdt en wel die hoge salarissen van de toezichthouder, dan kunnen ze geen zaken doen. Dan kunnen ze stoppen met de boel. Ja, dus zover zullen ze het niet laten komen en dus zullen ze zich houden aan de richtlijnen van de toezichthouder. Is uw idee om die lijnen uit te zetten bij de bank die u nu zelf beheert? Dat u zegt van ik zal het één keer voordoen en dan moeten jullie het maar ook zo doen? Ja. Dus dat moeten ze goed in de gaten houden. Ja. Hoe gaat het met Feyenoord? Leuker kunnen we het niet maken. Ze krijgen een andere sponsor, hè? Dat weet ik niet. Nou ja, er staat geloof ik Fortis op. Kijk, het gaat nou met ABN AMRO te komen. Dat wordt dit. En dat ligt niet goed bij het legioen, kunnen we u melden. Nee. Dat is namelijk de oude Ajax.
Er zijn een paar discussies waar ik me maar beter ver van kan houden. Nee, je moet nu een beslissing geven. Gaan we dit voortaan op dat shirt doen of houden we toch maar Fortis erop? Ik heb ooit een keer de grap gemaakt dat er schatkist op komt te staan. En volgens hadden mijn woordvoerders de hele dag telefoontjes van mensen die dachten dat ik het serieus meende. Dus ik maak er zelfs geen grap meer over. Goed, we waren erg blij dat u was. We hebben begrepen dat u in Washington, of in New York was. En dat u daar bijna de beurs zou hebben geopend met de gong. Ja. Is niet gelukt, dus wat denkt u wat? We hebben hier de gong. We dachten, u mag dit programma beëindigen. Eén keer de uitzending beëindigen met deze gong. Hoe bijzonder is het eigenlijk? Want het lijkt mij wel leuk om het een keer te doen, toch in Wall Street? Ja, ik heb het niet gedaan. Ik zou het vanochtend gedaan hebben in New York. Maar omdat we niet helemaal zeker wisten hoe het in Nederland zou zijn, leek het ons beter om toch maar hier terug te zijn. Dus u geeft mij alsnog de gelegenheid voor iets waar ik maandenlang naar uitkeek. Ja. Dat er niet van mocht komen. Goed. En dan toch maar bij u. Ik zou zeggen, hit hem. Oké, gaan we. Dank.